Het is weer tijd voor interlandvoetbal vandaag. Welkom, dames en heren. Het nieuwe stadion van München. Ja, dat was ook wel nodig, want het Olympia stadion was architectonisch fraai, maar geen voetbalstadion. Het was geen voetbalstadion, maar ik vind zo'n atletiekbaan om het veld heen niet zo heel erg. Als het stadion maar vol is, en ik heb een paar keer in het Olympia stadion gespeeld, dus niet het Allianz stadion, maar het stadion ervoor. En dat, ik vond het een prachtig stadion met een glazen overkapping. Maar als je dit stadion ziet, vooral van de buitenkant, geweldig hoe ze dat gemaakt hebben met het licht. Ja, de buitenkant is één grote lichtkoepel eigenlijk. En dat ziet er fenomenaal uit. Ben jij er wel eens s'avonds langs gekomen in het nieuwe stadion? Ja, en dan zie je de buitengewone verlichting. Ja, en dan als 1860 moet spelen is het blauw verlicht. Ja. En als Bayern München is het rood. Dan is het rood verlicht. Ja, mooi gezicht. De spelers van dit FIFA-spel die moeten een keer daar eigenlijk langs rijden. S'avonds. Ja, kijken naar bijzondere architectuur en aan te raken. De ploeg gaat in deze opstelling van start. Vandaag beginnen ze in een 4-3-3 opstelling. En dit is de formatie waarin de ploeg van start gaat. Ze beginnen vandaag in een 4-4-2 opstelling in Ruud, waarbij de nummer 10 de twee spitsen moet bedienen. Brazilië is het enige land dat nooit ontbroken heeft op een WK. Vanaf de eerste officiële editie in 1930. Voor dat eerste toernooi in Uruguay hoefde je je trouwens niet te kwalificeren, want je werd uitgenodigd. Nooit geweten, Evert. Weer wat geleerd. De aftrap is genomen en we zijn begonnen. Hopelijk krijgen we veel moois te zien vandaag. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeert niet zomaar. En hij wordt nu aangevallen. Terug naar de keeper dus. Dit is het moment. Hij scoort. Uiterst beheerst afgemaakt hoor. Ja, je verwacht ook niet anders bij hem. Maar goed, ik zeg het je, het ziet er een stuk makkelijker uit dan dat het is. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. En dat was het eerste doelpunt van de wedstrijd. Oh, op de lat. Fantastisch uitverdedigd. Hij heeft zijn team echt een dienst bewezen. Over de achterlijn, hoekschop. Hij kon er van binnen de 16 inkoppen en knikt hem laag en rechts het doel in. Knap gedaan. Eens kijken of dit het begin van de counter is. Marquinhos. Hij heeft een sterk schot in de benen. En dat is raak.
Ze hebben de smaak kennelijk goed te pakken met twee doelpunten zo kort achter elkaar. De goal vanuit een andere hoek. Cahill. Right. Risden. Snel teruggekaatst. De voorzet eindigt in de handen van de keeper. Coutinho. Hulk. Ze hebben de bal veroverd. Kijken wat ze ermee kunnen. David Luiz. De keeper krijgt het benauwd in zijn penaltygebied en zet het op een lopen. Diaz. Mile Jedinjak. De doelman leek geen moment te twijfelen en stormt zijn doel uit. En met succes. Ja, goed uitgekomen door de keeper. Hij wist gewoon dat die bal zou hebben. Hulk. Wat een vaart. Die paal heeft het zwaar te verduren. Diaz. Hulk. Coutinho. En die zit. Dit is zijn tweede in deze wedstrijd. Hij weet nu wat hem te doen staat. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Die voorsprong begint wel erg groot te worden. Met die tackle herovert hij de bal. Goed gezien, zeg, hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. De bal wordt voor het doel gespeeld. Kan er iemand bij? Dat is geen goede plek om een vrije trap weg te geven. Daar krijgt hij geel voor. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. De scheidsrechter had geen keuze hier.
Die bal kon hij niet vangen en besluit hem dus weg te boksen. Mile Jedinjak. En de inworp voor Australië. Ja, hij zit er goed bij en heeft de bal te pakken. Prima redding. Hij wordt op een correcte manier van de bal afgezet. Nee, die bal komt niet bij een ploeggenoot. De keeper pakt hem. Daniel Alves. Coutinho. Dan schiet hij. Nee, hij gaat er niet in. Wel een goede poging. Schitterend schot. Die man heeft al geel en speelt nu toch wel met vuur. Weer een overtreding van hem. Ik ben benieuwd wat de scheids gaat doen. Overtreding, de scheidsrechter geeft geel. Voor de tweede keer, hij moet eraf. Die sliding was niet volgens de regels. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. Daniel Alves. Hij neemt hem. Het gevaar blijft. We krijgen zo de hoekschop te zien. Wat gaat hij doen? En dat is natuurlijk Hens. Daar valt niet over te twisten. Eens kijken of er iemand kan scoren uit die voorzet. Oh! Schiet! Oh, dat is de verkeerde kant van de paal.
Mile Jedinjak. Yep. Vrije schot. Coutinho. Brisson. Overtreding gezien door de scheidsrechter. De scheidsrechter fluit alsnog voor die overtreding en dan geeft hij nog geel ook. Ik dacht dat hij door liet spelen. De bal gaat rechtstreeks richting strafschopgebied. Geeft hem strak voor de goal. Die voorzet is voor de keeper. Hij zag de bal al aankomen. We gaan rusten bij 3-0. En eens kijken wat de tweede helft voor ons in petto heeft. Jongen, wat heeft hij de eerste helft heerlijk gespeeld, zeg. Ja, hij heeft al twee doelpunten voor zijn rekening genomen. En zal nu proberen een hattrick te maken. Nou, geweldige wedstrijd van hem. En daar hebben ze na de eerste 45 minuten hun voorsprong aan te danken. De tweede helft gaat van start. In de eerste helft ging het eigenlijk maar één kant op. En dat is ook aan de stand af te lezen. Ik ben benieuwd of we in de tweede helft nog een ander beeld gaan krijgen. Philippe. Diaz. De scheids heeft het gezien. Geel voor de speler die zo vaak het doel weet te vinden voor zijn ploeg. Maar nu is het de vraag of hij genoeg zelfbeheersing heeft om daarmee door te spelen. Hij zou wel moeten, Evert, want ze hebben hem echt nodig. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Sliding, overtreding. Cahill. Dat was het einde van het balbezit. Komt er een counter? Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Cahill. Oei, dat is niet zo slim met al geel op zak. Als de scheidsrechter weer een kaart trekt, ja, dan wordt het rood. De scheidsrechter trekt geel en dat is zijn tweede, of niet? Ja, volgens mij is het dan rood, hè? Dan moet hij eraf. Ja. Sean.
Jongen, jongen, zitten we nou naar voetbal te kijken of naar een vechtsport? Ja, je zou het bijna denken, ja, voetballend schiet het gewoon. Sainsbury! Aan zijn sprongkracht, daar lag het niet aan. Hij hing mooi hoog in de lucht, maar hij kon er gewoon niet bij. Ja, die bal die was inderdaad net iets te hoog om goed te kunnen koppen. Eens kijken wie erin gaat komen bij Australië. Diaz. Goeie tackle, hij heeft de bal te pakken. Neymar. Coutinho. Loeihard, een gevaarlijke situatie. Ze krijgen een ingooi. Mile Jedinjak. Wat een actie. Goeie redding. Hij gaat resoluut op de aanval eraf. En hebben ze die bal. Ja, vol overtuiging kwam hij zijn doel uit. En ja, die aanvallen schrokken gewoon een beetje van. De paas gaat diep en breed ook. De scheidsrechter lijkt even te twijfelen, maar trekt nu toch geel. Ja, voor mij had hij hem op zak mogen houden hoor. Sainsbury. Mile Jedinjak. Ze strijden om de bal. Neymar. Hij gaat ervoor. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. Cahill, die liepen. Eitje hoor voor de doelman. Ja, dit gaat goed. We gaan ons opmaken voor de corner. Er wordt een Australische speler van het veld gehaald. Houdt hij het hoofd koel? Schiet! Die bal komt niet eens in de buurt van het doel. Moet je die supporters eens uit hun taxi gaan, Jury? Hun ploeg laat ze niet in de steek vandaag, hè? Nee, ze staan geweldig te spelen. En ze lijken verdiend te gaan winnen, Evert. Vind je het gek dat het publiek ze zo toejuicht? Coutinho, daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel.
Neymar. Oh! Eens kijken wat hij met deze hoekschop kan. Coutinho, wat een vaart. Knap afgeweerd. En ook die bal houdt hij tegen. Prima gedaan. Als u het mij vraagt, was dat een goal geweest. Maar volgens de scheidsrechter was het buitenspel. Verdedigers weten even niet waar ze het moeten zoeken. Prima voorzet hoor. Dit is het. Nee, helaas. Dit doelpunt gaat niet door. De grens heeft de vlag voor buiten spel. De trainer haalt hem naar de kant. Hij zal toch niet ontevreden zijn over zijn spel. Dat lijkt me niet, Evert. Hij heeft een topwedstrijd gespeeld en verdient gewoon de wedstrijdbal. Diaz. Vrije paas over de breedte. Overtreding, vrije schop. De ene ploeg was vanaf het begin overduidelijk de sterkste. En de andere hobbelde er maar wat achteraan. En zo zal de wedstrijd ook eindigen, ben ik bang. Dat was gruwelijk mooi. De corner komt eraan. Eens kijken wie erin gaat komen bij Australië. Wordt dit een doelpunt? Komt weg. Wordt dit een doelpunt? Dit is pech hebben. Hij mist. Philippe. Coutinho. En hij heeft de bal terug. Prima actie. Mile Jedinjak. En nu voorgeven die bal. Die voorzet belandt bij een verdediger. Diaz. Diepa. Hij is er bijna. Wat gaat hij van deze hoekschop maken? Hij speelde vandaag de sterren van de hemel en ik geloof dat hij nog wel even door wilde. Maar de trainer vindt het tijd om hem wat rust te gunnen.
En met een zwaai richting de tribune gaat deze speler van het veld. Zullen we missen, Juri? Ja, het was toch een van de betere spelers vandaag. En zo te horen denken de toeschouwers daar ook zo over. En hier zien we het aantal corners tot dusver. De bal. En daar is dan de goal van Australië. Die bal zit er goed in, hoor. En hij scoort uit de corner. Goed gedaan, zeg. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Mile Jedinjak. Die voorzet is voor de keeper. Hij zag de bal al aankomen. Sainsbury. En dan gaat de Braziliaan af. Neymar. Felipe. Diaz. Luis Gustavo. Australië moet een brandje blussen in de vorm van een corner. Die ging hard. Jonge, jonge zeg. Het duel is afgelopen. Ondanks dat ze met minder spelers op het veld stonden, zijn ze toch in geslaagd deze pot te winnen. Ja, maar dat zie je best vaak even. Dat met een mannetje minder je toch nog best kans hebt op de winst van de wedstrijd. Hij speelde vandaag de sterren van de hemel. Wat een optreden. Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon twee gemaakt. Hè. Dus, dat is toch knap. En hij barst van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. En ja, ik denk dat dat vandaag ze de zege heeft opgeleverd.